Welkom bij de allereerste webinar Studeren als topsporter. Dit is het allereerste webinar die we doen. En het kan zijn dat er een aantal dingen nog niet helemaal lekker lopen, maar we gaan het proberen. We gaan ook een aantal tips van topsporters laten zien tijdens deze webinar. En die komen binnen als een filmpje. Dus heel waarschijnlijk is het zo dat er wat haperingen zijn vanwege jullie wifi. Maar we gaan het gewoon proberen. En ik zie al dat er heel veel mensen zijn, dus leuk dat jullie er zijn. En we gaan in ieder geval beginnen. Ik zal eerst beginnen even met de personen jullie voor te stellen die deze webinar gaan doen. We hebben drie deskundigen op het gebied van topsport en onderwijs. Oftewel de duale carrière, zoals die ook al wel genoemd wordt. Een ervan is Lenneke de Jeu. Zij studeert, of zij geeft les aan de Hogeschool Utrecht. Maar ze is daarnaast ook topsportcoördinator en beleidsadviseur topsport en breedtesport. En zij heeft ook heel veel ervaring in de topsport, zelf topfysio geweest. Dus ze weet echt wat er speelt als je topsporter bent. Daarnaast Anne Hamburger. Zij is studentendecaan bij de Universiteit Utrecht. En zit al heel veel jaren in de begeleiding van topsporters. Ik denk dat ze al wel 20 Olympiërs heeft begeleid. En ze weet precies wat je moet doen om in te schrijven, maar ook de financiële kant van het verhaal. En daar zal zij straks op terugkomen. Ikzelf ben Wanda Schapendonk, werkzaam bij Vereniging Sport Utrecht. Dat is de regionale talent topsportorganisatie in Utrecht. En mijn achtergrond is sportpsycholoog. En daarnaast werk ik als topsport lifestyle coach bij het Nationaal Trainingscentrum Waterpolo in Zeist. En daar hou ik me vooral bezig met de balans van topsporters, ook in het algemeen. Van hoe combineer je nou je studie met je sport en hoe hou je je energie op het juiste niveau? Wat gaan we doen? Ik begin zo meteen even met de oriëntatie van hoe kom je nou tot een studie? En ook hoe je tot een keuze komt. En vervolgens gaat Anne verder met de financiering en de inschrijving, wat daar belangrijk van is. En daarna gaat Lenneke verder met het studeren zelf en ook alle praktische kanten van het verhaal. Zoals je merkt, je kan chatten. Onderin is een balk waar je kan chatten en vragen kan stellen. De webinar duurt ongeveer een half uur, dus we zijn ongeveer tot 2 uur bezig. Tussendoor kan je gewoon vragen stellen. De experts zitten nu al op de chat, zoals je merkte. En je kan eventueel ook gerichte vragen stellen. Dus heb je een vraag voor Anne of voor Lenneke, zet het er even bij. Maar je kan ook in het wilde weg gewoon vragen stellen. Mocht je een hele ingewikkelde vraag of een persoonlijke vraag hebben, aan het einde komt ons e-mailadres ook in beeld, zodat je de mail nog even een vraag kan stellen. Misschien even handig om te testen of de chat werkt. Ik weet niet of jullie overigens ook het geluid goed hebben. Dus laat even weten in de chat of alles oké is en of jullie me ook goed kunnen horen. Want ik ben wel even benieuwd. Nou, ik zie al een top verschijnen, dus dat ben ik blij om te horen. Overigens, voor de mensen die er niet aanwezig zijn, we nemen alles op. Of die niet tot het einde erbij kunnen blijven. Alles wordt via een link opgenomen en die kunnen we ook doorsturen. En die kun je dus ook doorsturen naar je ouders of naar mensen uit je team. Misschien ook even leuk voor jullie om te kijken wie zitten er nou nog meer achter de chat. We hebben even een kort klein grafiekje gemaakt met alle mensen die zich hebben aangemeld. En dan zie je dat de waterpolo goed vertegenwoordigd is, wat vrij logisch is in deze regio. Maar daarnaast ook de atletiek en ook een onderdeel onbekende. Er zitten ook wat ouders en wat topsportcoördinatoren nu ingelogd. Dus ook misschien wel leuk om te weten. Leeftijden varieerden van 13 jaar tot 53. Dus ik zie een moeder die zich al meldt. Dus volgens mij gaat het allemaal goed en kunnen we denk ik door naar het inhoudelijke gedeelte. Weet waar je aan begint als je gaat studeren. Nou, het allerbelangrijkste is denk ik om een bewuste keuze te maken. Dat gaat zelfs ook al over de timing. Weet wanneer je gaat studeren is heel belangrijk. Stel je zit nu in VWO 4, dan heb je nog wel even de tijd om te oriënteren. Maar ook wel goed om na te denken van, hey, wat verandert er misschien over 2 jaar en hou dat ook goed in de gaten. Daarnaast misschien zit je nu aan het einde van je middelbare school, dus wat dichter bij echt je keuze. Maar gaat het supergoed met je sport? Ben je bijvoorbeeld iemand die heel veel tennist en ben je aan het doorbreken? Is het dan wel zo verstandig om volgend jaar al te gaan studeren? Is het misschien niet slimmer om een tussenjaar te doen? Maar dat soort afwegingen, daar moet je ook over nadenken. En een hele belangrijke, hoe zelfstandig ben jij? Ben jij een goede planner of niet? Heb jij zelf je verantwoordelijkheid en weet je ook wat je moet doen? Veel mensen die topsport en de middelbare school goed kunnen combineren, hebben dat al wel. Maar het gaat toch wel anders worden in de fase hierna. Je wordt op je middelbare school best wel begeleid en meegenomen in de vakken. Vanaf nu
is het zo, als je naar het hoger onderwijs gaat, dat je helemaal alles zelf moet doen. En dat je daar dus ook echt achteraan moet en ook van jezelf moet weten, kan ik dat aan? Ben ik daar goed in? Of heb ik daar nog hulp voor nodig? Of kan ik daar nog wat dingen voor leren in de tijd dat ik me ga oriënteren? Anderszins is het ook misschien wel belangrijk om te weten dat je eventueel, als je je sport en je maatschappelijke carrière wil combineren, dat je soms wat studievertraging zal oplopen. Dit kan zo zijn omdat jij heel veel weg bent voor trainingsstages, daardoor wat onderdelen mist van je studie en dan loop je wat uit. Heel goed om te beseffen, en ook ja, ik zie de moeders op de chat, dat het ook financiële consequenties kan hebben, ook voor je ouders. Door studievertraging zal er ook wat in de financiën gebeuren en je moet ook goed voor ogen houden wat dat dan voor jou betekent. Anne zal er nog wat meer over vertellen, maar het is misschien soms wel slim om je studie even stop te zetten. Mocht jij zo goed zijn en naar Tokio mogen in 2020, je weet het nog niet, dan is het bijvoorbeeld verstandig om in een Olympisch jaar je studie even on hold te zetten. En dan inderdaad niet het collegegeld te betalen, omdat je toch wel weet, bij een voorbereiding naar de Olympische Spelen is het echt heel lastig om ook echt studiepunten te halen. Dus daar kan je ook naar kijken. Dus wat wordt ook je planning naar de jaren toe? Bepaalde vakken in bepaalde kwartaals zul je moeten halen. Het kan zo zijn bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld bij beachvolleybal. Die hebben altijd in het vierde kwartaal veel wedstrijden, selectiewedstrijden, zijn altijd in het vierde kwartaal weg. Dan is het inderdaad wel zaak van, op een gegeven moment moet je misschien kiezen voor je sport of voor je studie. En nog belangrijker is denk ik ook, weet dat niet iedereen het gaat halen. Niet iedereen gaat, hoe mooi het ook zou zijn, naar Tokio of wordt een professionele sporter. Belangrijk is dan ook om te weten, wat kan ik naast mijn sport? Waar ben ik ook goed in? En wat vind ik ook leuk om te doen? En zorg dat je een maatschappelijk vangnet hebt. Dus dat je naast je sport ook iets hebt waar je, mocht je Tokio niet halen of iets anders niet halen, maar iedereen moet na zijn sport op een gegeven moment wel iets anders gaan doen. Het is niet dat je oneindig met je sport bezig bent. Dus dat maatschappelijk vangnet geldt ook voor het moment dat jij gaat stoppen. Heel belangrijk om daarover na te denken en eigenlijk een plan B te hebben, of in ieder geval een plan voor daarna. Wat vaak ook zo werkt, is dat als het heel goed gaat op school, dat het ook beter gaat in je sport. En dat sommige sporters dat ook echt juist nodig hebben, een intellectuele uitdaging, om vervolgens ook hun sport goed te doen. Dus het kan gewoon samen heel goed werken en is soms juist wel beter. Misschien geldt dat ook wel voor jou. Ik heb hier een kijktip. Het is een link met een filmpje. Het is een heel algemeen filmpje, maar het loopt door een aantal fases waar jij doorheen moet om een bepaalde studie te kiezen. En daar heb je ook tijd voor nodig. Je ziet hier ook in het plaatje de stappen van eerst oriënteren, aanmelden, doe de juiste studiekeuzecheck. Maar ook de aanvraag bij de studiefinanciering en daar nadenken over financiering waar ik net al over begon. Dat kost tijd en daar heb je best wel wat tijd voor nodig. En het is een keer handig om dat filmpje gewoon goed door te nemen en goed te kijken. We gaan nu in ieder geval even verder met wat handig is om te weten. Heel belangrijk is dat als jij gaat oriënteren, dat je weet wat je leuk vindt en waar jij goed in bent. Voor veel kinderen van jouw leeftijd is het nog best wel lastig en is best een zoektocht. En dus neem daar ook de tijd voor en gun jezelf ook de tijd om daarachter te komen. Ga vragen stellen, ga nadenken over welke opleiding nou echt bij jou past en wat jij ook echt leuk vindt om te doen. En daarnaast natuurlijk de vraag welke opleiding past ook bij jouw sportprogramma. Want niet alles matcht. Is er bijvoorbeeld een stage verplicht? Wil jij een internationale opleiding gaan doen, maar moet je dan naar een buitenland? Hoe gaat het dan met je sport samen? Want is dat wel samen tot een goed einde te brengen? Zijn er veel verplichte practica? Denk aan geneeskunde, waar je echt wel verplicht aanwezig moet zijn, bepaalde practica. Het kan, er zijn sporters die het gedaan hebben, maar het vraagt wel heel veel planning. Dus denk na over de lange termijn en denk na ook waar je gaat studeren. Juist voor sport is het heel belangrijk en we maken altijd de driehoek, misschien is het hier wel bekend. Hier woon je, daar sport je en daar studeer je. En die driehoek moet zo klein mogelijk zijn. De reisafstand wil je zo klein mogelijk houden. En denk daar ook eens over na. Waar wil je gaan studeren? Ik heb hier even een mooi plaatje en dat is vooral denk ik voor de begeleiders en de ouders wel een interessante, maar misschien ook voor de sporters. Het is een plaatje van Paul Wieleman en daarin zie je heel duidelijk een aantal fasen. Hier bovenaan zie je de leeftijdscategorieën en hieronder zijn een aantal ontwikkelingen die iedereen doormaakt. We hebben het nu over deze ontwikkeling van middelbaar naar hoger onderwijs en je ziet hier een overgang. Dat betekent dat je een bepaalde overgang in gaat, het heet transitie.
En wat je tegen een aantal dingen aanloopt. Wat ik net al zei, van als je van middelbaar naar hoger beroepsonderwijs gaat, dan word je verantwoordelijker geacht en moet je veel meer dingen gaan doen. Maar je ziet een aantal overgangen juist in deze leeftijdsperiode, die voor iedereen ook gelden. Je gaat bijvoorbeeld op kamers wonen. Je moet opeens zelf eten gaan koken. Dat kost veel meer tijd. En juist voor jullie is er ook nog eentje in je sportieve ontwikkeling die ook nog meespeelt. Je gaat van zeg maar junior naar senior. Van ontwikkeling naar perfectie. En in je sport gaat dat ook veel meer van je vragen. Dus het is goed om te weten dat er een aantal zaken op je af gaan komen. En die kan je tackelen, maar wees daar wel op voorbereid. Dus zoals ik al een paar keer heb gezegd, neem de tijd. Ga naar websites, ga checken welke opleidingen nou bij jou passen. Stel vragen, er zijn mensen om jou te begeleiden, ook over die transities waar ik het net over had. Ga naar studievoorlichtingen, studieadviseurs, schooldecanen en topsport lifestyle coachen. Zij kunnen je allemaal helpen met de vragen die je hebt. En nog belangrijker, ik denk dat dat jullie heel veel gaat brengen. Spreek ook af met studerende topsporters. Ga eens met een sporter praten die misschien jouw opleiding doet. En hoe is het nou in werkelijkheid? Want hoe is het nou om echt die combinatie te maken? Opleidingen zeggen vaak van nou, we werken wel mee. Maar het is wel goed om te horen wat de ervaringen van een topsporter nou zelf zijn. En hoe ze in de praktijk uitwerken. Los van het feit dat elk plan voor iedereen anders is. En dan komt Lenneke ook nog op. We hebben het over maatwerk. Maar het is wel belangrijk om gewoon wat informatie in te winnen. Bij andere sporters die een opleiding doen. Een voorbeeld van een topsporter is Saqib. We hebben, als het goed is, zo een filmpje van hem. Ik hoop dat de wifi goed gaat. Maar hij gaat jullie ook een tip geven over hoe je nou je topsport en onderwijs het beste kan combineren. Hallo, ik ben Saqib Sulfikar. Ik ben 19 jaar oud en ik studeer op de Hogeschool Utrecht. Ik zit nu in mijn derde jaar van optometrie. En naast optometrie sport ik ook. Ik speel cricket. Dat doe ik namelijk het Nederlands A-team en het Nederlands elftal. Hiervoor trainen wij in Rotterdam. Bijvoorbeeld net hier getraind bij PT Room, bij de fitness. Mijn tip voor topsport is om goed te plannen vooraf, zeg maar, wat er met school gaat gebeuren en met je sport. En ook probeer te kijken om je tijd goed in te delen. Bijvoorbeeld als je gaat reizen, dat je dan gaat studeren. En mijn grootste tip is gewoon dat je echt je best moet doen en hard ervoor moet werken. En dan lukt het wel. Succes! Hallo, ik ben Anne Hamburger. Ik werk bij de Universiteit Utrecht als studentendecaan. Wanda heeft zojuist al verteld wat ik ongeveer ga vertellen. Die heeft al verteld over hoe je je goed voorbereidt op het studeren als topsporter. Ik mag een erg leuk onderdeel vertellen, namelijk de financiering. Dat is altijd wel even een lastige. Wat ik jullie vooral wil laten zien, is, en heeft mede te maken met het goed plannen van tevoren. Om te zorgen dat je alles goed op orde hebt, omdat je als sporter er vaak wat langer over doet. Heb ik hier een slide waarop je kunt zien wat je aan studiefinanciering binnen kunt krijgen. Als jij, waarschijnlijk weet je wel dat het studiefinancieringstelsel is veranderd. Voorheen kreeg je een basisbeurs en tegenwoordig moet je alles lenen. Op deze slide zie je wat je maximaal kunt lenen. Dat is een bedrag van 1034 euro. Op het moment dat je ouders, er wordt ook gekeken van of je ouders een bepaald inkomen hebben. Hebben je ouders een iets lager inkomen, dan kan het zijn dat je een aanvullende beurs krijgt. Dat betekent dat je wel geld krijgt en als je binnen 10 jaar van je studie een diploma haalt, dan kan die beurs alsnog een gift worden. Maar stel dat dat niet het geval is, dan is dit het bedrag wat je maximaal kunt lenen. Een deel is collegegeldkrediet, dus dat is het geld wat je betaalt voor, om collegegeld te betalen. En onthoud dit bedrag, want we gaan door naar de volgende slide. En dan moet ik even klikken. Aan het eind van mijn geld houd ik altijd een stuk maand over. Ik denk dat dat voldoende zegt. Ik weet niet of jullie het bedrag nog van net hebben herinnerd. Dat was een bedrag van 1034 euro. En hier zie je dat de onkosten 1120 euro zijn. En dat zijn de onkosten zoals het Nibud. Dat heeft berekend. Dit gaat uit van de gemiddelde student. De gemiddelde student heeft ook een bepaald bedrag voor ontspanning, sport en uitgaan. Sporters zijn in de algemeenheid, geven die wat minder uit aan uitgaan, maar weer wat meer aan sport. Maar ja, eigenlijk is het belangrijkste aan dit verhaal het feit dat er dus een verschil tussen het bedrag en het inkomend bedrag en het uitgaand bedrag zit. Daarom is dat
focussen we zo op het feit dat je ook je studie kunt onderbreken. Want dan betaal je geen collegegeld. Dan bewaar je je studiefinanciering. Zelfs al is het een lening om later wel te kunnen lenen tijdens je studie als je het heel hard nodig hebt. Dus dat onderbreken van je studie is wel iets wat je altijd moet onthouden als topsporter. Dat kan je geld besparen uiteindelijk. Het is geen leuk berichtje altijd om te vertellen, maar ik moet het toch eventjes doen. Goed. Mijn naam is Kai Hendricks en ik studeer geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. En daarnaast roei ik bij de Utrechtse studentenroeivereniging Triton en voor de Nederlandse Roeibond. En mijn tip voor aankomende studenten die graag topsport willen combineren met hun studie, is dat ze vooraf een plan maken en dit bespreken met de topsportbegeleiders of de studiebegeleiders. En dat ze samen tot een plan komen en dan denk ik dat het gaat lukken. Veel succes! Inschrijven. Je hebt inmiddels gekozen om te gaan studeren. Wat heel erg belangrijk is, en ik vertel dit verhaal niet alleen namens de Universiteit Utrecht waar ik werk, maar natuurlijk zit Lenneke hier ook namens de hogeschool, maar ook namens andere onderwijsinstellingen. Je moet heel goed checken wat de deadline voor wat de inschrijfdeadline is van de opleiding die je wilt gaan doen. Want die kunnen enorm van elkaar verschillen. Op zich is er 1 mei een deadline die voor heel veel opleidingen geldt. En daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Er zijn ook opleidingen waar je meedoet aan decentrale selectie, heet dat dan. Een soort selectie, dat ze kijken van pas je bij de opleiding. Dan moet je bepaalde kwaliteitseisen hebben. Dan kan je soms al half december moeten aanmelden. En als je dan te laat bent, dan kan je er niet meer in. En dat geldt ook voor topsporters. Dus dat is wel heel erg belangrijk om dat goed in de gaten te houden. Dus als je al een beetje een idee hebt van, zeker als je studiejaar 17, 18 wilt gaan studeren, dat is dus komende september. Dan moet je wel zeker weten dat je dan ook kunt beginnen. In ieder geval die 1 mei geldt voor heel veel opleidingen als deadline. Dus check dat. Dan ga ik nu wat vertellen over matching. Want matching is iets wat nieuw is ingevoerd eigenlijk sinds 1, 2 jaar aan hogere onderwijsinstellingen. Het is eigenlijk voor de meeste opleidingen geldt dit. Wat is het idee? We willen gewoon kijken van heb jij de goede voorstelling van de opleiding die je wilt gaan doen? Is dit wat je ervan had bedacht? Wat je dacht dat het zou zijn? Het is voor ons om te kijken, pas jij bij ons? Maar zeker ook voor jou om te kijken of jij vindt dat jij bij ons past. Dus het is belangrijk om daaraan mee te doen. We hebben wel eens studenten die, zeker topsporters, die soms niet helemaal weten of ze in de selectie komen, ja of nee. Dat is op zich geen reden. Iedereen moet meedoen aan de matching. Matching is gewoon hartstikke verplicht. Dus zorg dat je dat, als je nu al weet van als ik me aanmeld voor een opleiding en die heeft een matching op een dag dat jij een toernooi hebt, meld je gelijk bij de opleiding om te zeggen, ik kan niet meedoen, want ik heb een probleem, ik heb dan een toernooi. Dan zoeken we naar een alternatief. Want meedoen aan de matching is verplicht. Dus dan zoeken we gewoon een alternatief. Maar als je het mist, wat is het gevolg? Dan mag je wellicht niet gaan beginnen met die opleiding. Dus dan kan je gewoon niet gaan studeren. Dus dat zou hartstikke jammer zijn. Ook een hele belangrijke. 1 mei is dus die deadline voor heel veel opleidingen. Als je wil inschrijven, heb je je DigiD nodig. En wat we heel vaak zien, is dat studenten vergeten, of aankomende studenten, dan op 30 april zich gaan aanmelden. En dan denken, oh ja, die DigiD die had ik ook nog moeten activeren, of moeten weten. Ja, maar het aanvragen van een DigiD kost 5 werkdagen. En dan ben je te laat. Kan je dus niet gaan studeren. Kortom, wees er op tijd bij en zorg dat je de matching, dat je daaraan deelneemt. Even kijken. Dit heb ik eigenlijk al verteld. Matching en topsport. Je moet deelnemen. Dan gaan we door aan met het volgende verhaal. En dat gaat over... je kunt voor sommige opleidingen kan je niet zomaar beginnen. Als je inschrijft en je voldoet aan de vooropleidingseisen, kan je bij een heleboel opleidingen gewoon gelijk beginnen. Er zijn een aantal opleidingen waar bijvoorbeeld beperkte plekken zijn. Of waar ik het al eerder over had, die bepaalde kwaliteitseisen. Aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. Dan willen ze kijken van, heb je een bepaalde achtergrondkennis? Hoe is je motivatie, et cetera?
Nou, dat heet, we hebben selectie bij fixusopleidingen en we hebben selectie bij opleidingen met kleinschalig onderwijs. Heel erg belangrijk om te weten, loting bestaat niet meer. Sinds studiejaar, geloof dat, sinds 16-17 hebben we geen loting meer. Dat betekent, vroeger kon je nog, als je allemaal achters haalde, kon je geneeskunde gaan studeren. Nu wordt er niet meer alleen gekeken naar cijfers. Bovendien is, als je meedoet aan een selectie van een fixusopleiding, moet je in ieder geval bij ons op 15 januari, uiterlijk 15 januari, aanmelden. Dan zijn je cijfers van de zesde klas überhaupt nog niet bekend. Dus dan kijken ze wel naar de cijfers van, van de vijfde klas. En, maar ze kijken ook naar motivatie. En daar is iets waar je als topsporter wel iets aan kunt doen. Want waar kijken ze naar? Hè? Dus van wat is jouw talent? En als topsporter, hoewel het zijn van een topsporter aan zich niet in ieder geval niet aan de Universiteit Utrecht reden is om jou voorrang te verlenen, kan je natuurlijk het topsporter zijn wel gebruiken. Want als topsporter heb je doorzettingsvermogen waarschijnlijk. Hè? Je kunt je tijd heel goed managen. Je hebt laten zien dat je kunt studeren en sporten naast elkaar. Hè? Naar school gaan en een diploma halen. En dat je gewoon daarnaast nog topsport hebt kunnen beoefenen. Dat zijn allemaal kwaliteiten die je dus natuurlijk heel goed kunt verwoorden in je motivatiebrief. Dus dan moet je eventjes even anders kijken naar je topsportcarrière. Dus niet alleen misschien dat je, omdat je topsporter bent, lagere cijfers hebt gehaald. Maar leg het uit. Want hè, als topsporter heb je zoveel talenten laten zien. En die moet je goed verwoorden in je motivatiebrief. En dat geeft je weer eens voorsprong. Selectie bij opleidingen met kleinschalig onderwijs. Formeel heet dat selectie na de poort. Dan mag de instelling zelf bepalen op welke gronden ze iemand voorrang geven. Alleen ook aan de Universiteit Utrecht is topsport geen reden om iemand voorrang te geven. Maar je kunt natuurlijk nogmaals gewoon wel je talent als topsporter verwoorden en daarmee een voorrang krijgen. Omdat je gewoon bepaalde kwaliteiten hebt, competenties hebt die jij door het... Even kijken. Dan gaan wij nu, zie ik, we gaan naar een filmpje. Dus ik hoop dat dat lukt. Dit was mijn verhaal. Lenneke komt zo naar het filmpje. Ik ben Kira Verduin. Ik studeer College of Pharmaceutical Sciences aan de Universiteit van Utrecht. En daarnaast hockey ik bij Oranje Rood Dames Heen en bij Jong Oranje. Mijn tip aan toekomstige studenten die een topsport willen gaan combineren met studeren, is dat je heel goed contact houdt met je studiebegeleider en van tevoren aangeeft als jij problemen voorziet met je topsport en met studie. Mijn naam is Lenneke de Jeu. Ik ben topsportcoördinator van de Hogeschool van Utrecht. En ik ga jullie meenemen even als wat het echt betekent als je bij ons komt te studeren. Zowel de Universiteit van Utrecht als de Hogeschool van Utrecht heeft een topsportbeleid. Dit is niet verplicht. Het is eigenlijk heel vrijwillig. We geven nu gewoon een voorbeeld van onze twee instellingen. Mocht je naar een andere instelling gaan, want we hebben net de driehoek gehad van Wanda... En toen werd er heel duidelijk aangegeven van, nou, zorg in ieder geval dat sport, wonen en je studie zo best wel dicht op elkaar ligt. Dan moet je goed bij de instelling navragen wat daar het topsportbeleid in ieder geval inhoudt. We hebben een hoop studenten, allebei rond de 30.000. We hebben een hoop opleidingen waar je uit kunt kiezen, gelukkig. We hebben beide een topsportbeleid die op elkaar lijken, als het ware. Maar je hebt gelukkig een ruime keus naar een leuke studie die je kan zoeken. Beide hebben ongeveer 100 topsporters, variërend van rechten, economie en geneeskunde, vooral bij de Universiteit van Utrecht.
En de HU hebben zitten er heel veel op de opleiding fysiotherapie. Die heeft ook een speciale topsportklas, waardoor ze iets eerder uit zijn. Verder zitten er ook veel bij, ook bij economie. Wat hebben we allemaal van alles? Van individueel tot teamsporters, veel roeiers en hockeyers bij de universiteit. Maar ook, dat is hetzelfde op de hogeschool, maar wij hebben ook nog wel wat vechtsportactiviteiten. De samenstelling varieert enorm. Het ene jaar hebben we meer van het ene sport en het andere jaar hebben we meer van de andere sport. Dus, en het maakt echt niet uit of je een teamsport doet of dat je het individueel doet. We houden ons in principe aan de regeling van de status van het NOC en NSF en van de bonden. De meeste hebben dus bij ons een beloftestatus uiteindelijk. En zelfs kan je het beste, en je twijfelt eraan, dan kan je het beste even kijken of het zo beter gaat. Misschien dat ik mijn microfoon iets omhoog had moeten doen. Ik kreeg in ieder geval door dat het moeilijker te verstaan was. Is het in ieder geval op dit moment beter? Ja. Ja, fijn. Dankjewel. Nou, we houden ons aan de statusindeling van NOC en NSF. De meeste hebben dus een beloftestatus. Mocht je twijfelen of mocht je denken, hey, ik zou wel in aanmerking komen van een beloftestatus, maar ik heb hem nog niet. Ga langs de bond. Vraag het eventueel na bij de instelling, dus bij mij of bij Anne, van goh, zou ik daarvoor in aanmerking komen? Want vaak merk ik als een student bij mij komt, dat ik zeg van joh, ga langs de bond, dat ze hem wel, het lukt om hem te krijgen. En die hebben we nodig voor de topsportregeling. In het laatste dia zul je nogmaals al onze gegevens te horen krijgen. Wat houdt die topsportregeling dan in? We geven vooral, en dat is het meest belangrijke, begeleiding bij het maken van je sport en je studie. Hoe plan ik het? Hoe plan ik het naar elkaar? En in het eerste jaar zou het heel veel zijn, zullen we hier wat meer zien. En in het tweede jaar denk je, nou dit kan ik. En in het derde jaar zien we ze bijna niet meer tot de stage. Want daar gaat het dan net even iets anders vaak. En dan komt het meer zo van, goh, loop ik me gewoon een reguliere stage of ga ik hem op die manier aan laten passen. Verder zorgen we, want we hebben, zoals de HU heeft, 101 opleidingen. En ik heb geen verstand van 101 opleidingen, gelukkig. Maar aan de andere kant hebben we daar ook mensen die met jullie mee willen denken. En mocht het zo zijn dat je iemand treft die niet met jullie mee wil denken, dan zorgen we voor een andere persoon die wel met jullie mee wil denken, om toch die topsport te kunnen combineren. Er is fitnessmogelijkheid hier op de Uithof. We hebben een groot complex, Olympus, soms handig om gebruik van te maken als je bijvoorbeeld krachttraining wilt doen en je kan dat individueel doen. En op die manier de combinatie te maken met je studie. Of je in aanmerking komt om daar ook nog een vergoeding van ons bij te krijgen, dat is per sporter verschillend en per status verschillend. Dus dan zul je even achterheen kunnen gaan. Maar je mag er altijd gebruik van maken. Er worden ook andere kosten vergoed. In sommige gevallen, en dat is echt individueel, worden bijvoorbeeld trainingstages naar het buitenland wordt een deel vergoed. En vooral het belangrijkste is de steun bij studievertraging. Want topsport brengt nou eenmaal met zich mee dat je er mogelijk langer over doet. En dat kost nou eenmaal extra geld. Er zijn sporters, en dat meen ik echt heel serieus, die er gewoon 4 jaar over doen. En zelfs nog een topklas doen bij mij. Maar het gros doet er gewoon langer over. Dat is fijn dat het al wel een paar keer is genoemd dat de ouders en sporters zelf ook gewoon rekening mee houden. Dat langer erover doen gewoon geld kost. Er is een steunpotje bij studievertraging, maar dan moet wel aangetoond worden dat het daadwerkelijk door de topsport is gekomen. Om jullie even mee te nemen hoe het nou gewoon gaat, hebben we een casus meegenomen. Dit is de schaatser Willem Holwerf. En behalve schaatser is hij ook student aan de technische bedrijfskunde. Hij is eigenlijk al uren aan het trainen, net als jullie, om beter te worden dan Sven Kramer. Nou, dat is nogal een uitdaging. Hij krijgt geen, omdat hij individueel is in de technische bedrijfskunde, er zijn weinig andere topsporters, krijgt hij geen aangepast rooster specifiek op hem. Dat is gewoon onmogelijk voor ons. Wat hij wel doet, is hij maakt zelf zijn rooster samen met zijn studiebegeleider. En daarna, dus op die manier, kan hij wel een rooster maken. Dus met andere klassen meedoen, lessen op afstand volgen af en toe, met zijn werkgroep andere momenten afspreken. En op die manier maakt hij zijn rooster zoals het voor hem te combineren is.
Op dit moment kost zijn sport nog hartstikke veel geld. Hij verdient niet zoals andere schaatsers misschien al wel wat geld. En voor hem is het ontzettend belangrijk dat als hij bijvoorbeeld niet die top haalt omdat hij geblesseerd raakt, dat hij denkt van ja, als ik die top niet haal, dan moet ik iets anders doen. Maar ook als hij wel geblesseerd is, dan kan hij op dat moment doet hij meer aan zijn studie. Dus het komt en gaat. De ene keer gaat de studie een beetje voor, de andere keer gaat de sport een beetje voor. En overal zegt hij, ja, mijn studie is gewoon een soort vangnet. Want als ik niet die top haal, en dat is bij kijk, voetballers is iets makkelijker. Maar bij alle andere sporten is de top en je echt je geld ermee verdienen, ook na je 30ste, nog vrij pittig. Hij is hartstikke gelukkig. Hij heeft wel vertraging van een jaar, maar hij studeert inmiddels wel af. Hij is onderdeel van Victory Team geworden. En mogelijk gaat hij ook nog eens een keer naar de Olympische Spelen toe. Ik hoorde net al een vraag van, goh, is het nou leuk om je sport en studie te doen? Hij is enorm enthousiast om ook af en toe even uit het sportwereldje te zijn en gewoon met zijn stage bezig te zijn. Niet zoveel uren als zijn andere klasgenoten, maar wel zo dat hij zijn studie kan gaan afronden. De casus, die is zoals die is, die is puur gericht op deze schaatser. Of je nou een hockeyer bent of een individuele sporter, een triatleet. Elke casus is helemaal anders. Het is voor ons echt maatwerk om te leveren aan jullie. Samen denken waar de mogelijkheden zijn. Samen met de trainers soms, of de coaches, om tafel. Als er echt oneenigheid is, of je bedenkt van nou, hoe moeten we nu verder. Maar uiteindelijk komen we er wel uit en zul je een hele mooie studie. Want het is vooral ontzettend leuk om een studie te vervolgen. En ook wel noodzakelijk. Hoi, ik ben Lilian de Geus en ik doe de sport windsurfen. Afgelopen zomer heb ik meegedaan aan de Olympische Spelen in Rio. En ik doe de opleiding fysiotherapie. Als ik studenten een tip mag geven over de combinatie sport en studie, dan zou ik een studie uitkiezen die je heel erg leuk vindt en dat een goede planning heel erg noodzakelijk is om eigenlijk die combinatie te kunnen doen. Zelf studeer ik op de Hogeschool van Utrecht. Deze school staat aangeschreven dat ze sporters helpen bij de combinatie van sport en studie. Als ik een opleiding zou starten, dan zou ik hier wel goed naar kijken, want ja, zelf op de opleiding heb ik heel veel gehad aan het verplaatsen van toetsen. En een topsportcoördinator die me helpt bij de mogelijkheden van een planning te maken. Dit was eigenlijk onze presentatie. Even nog even op de chat zometeen. Dit zijn onze gegevens die hier in ieder geval staan. We doen de webcam uit maar we zullen nog en het geluid. Maar we zullen nog daarna nog even met jullie gaan doen.